Yo mensen, toch weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA 1999. vandaag daar weer een nieuwe 500 km. Vandaag hebben we ook weer twee wedstrijden op het programma. In totaal vier. Twee gaan we dus spelen, twee simuleren. En uh, ja, jullie hadden nog een paar vragen over zelf. zelf. Van ja, zet Robben er toch maar wel in. En ik had besloten om Robben er wel in te zetten. En dan toch maar voor Linsen. Ja, sorry jongens. Maar we hebben twee wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. Twee mooie wedstrijden. En dat vind ik wel mooi om daar Robben nog een keer ja, in te zien spelen. En dat is nog een. Uh, en later zag ik ook dat Elia, maar volgens mij is Elia al gestopt in de game, weet ik niet zeker eigenlijk. Anders kijk ik naar de volgende aflevering voor. En het beste, dan is er een neer te gaan zetten. Dat betekent ook dat ik Richard Haps, denk ik maar eruit ga halen. Um, Arkee ook. Even kijken. Oh ja, Zidic C was ook achtergelaten. Even kijken, waar staat hij? Josia, Zidic C onze spits. Volgens mij ben ik er al langs. Moet ik even terug. Even kijken. hoor, Zidic C. Nee, terug. Oh, nee, niet verder, sowieso niet. Hij is hoger dan uh, 70. Kijk waar hij ook weer staat, hoor. Josia Zielicze. Congolo. Hier, Zielicze. Nou, er zitten even de spelers. De, de Elfspelers voor mij, nou, de Elfspelers. Uh, de spelers die zijn opgegroeid. voor het zelftal. Uh, ik ga ook, denk ik, wel Koen Sanders laten debuteren Wordt het Nederlands zelftal. Hier trouwens, Haps, ga ik eruit halen. En daarvoor komt uh, Iataren in de plaats, middenvelder erbij, dus we zijn op middenveld goed bezet en dat uh, is natuurlijk mooi. Dan gaan we dus door naar de eerste deze aflevering: de belangrijke wedstrijd tegen Tottenham Hotspurs. De wedstrijd in de Champions League. En we hopen natuurlijk die wedstrijd goed uh, te kunnen, kunnen afsluiten. Want ja, daarna hebben we nog een wedstrijd uit en die wordt natuurlijk heel erg lastig. Ik zei het al: vier wedstrijden. Twee gaan we er dus spelen: nu tegen de Spurs. En daarna hebben we twee wedstrijden uh, die we gaan simuleren in de Eredivisie: tegen volgens mij Willem 2 en Heracles. Nee, drie voor mijzelf. Groningen, Rakers en Willem II. En dan gaan we er eentje spelen. Dat is de halffinale van het bekertoernooi tegen PSV. Maar eerst gaan we kijken wat we tegen de Spurs kunnen gaan doen. Met deze opstelling. Jullie gaan het zo meteen ook zien. De opstelling van de Champions League. ooit ver ook weer in de basis sinds lange tijd. Wijnaldum natuurlijk nog steeds de aanvoerder bij Feyenoord. En wij gaan hopen op een mooie wedstrijd. Op een goede wedstrijd. Hier de namen. Ja, natuurlijk. We kennen Moen, uh, uh, de man die tegen Ajax scoorde, Lucas. Steven Bergwijn speelt natuurlijk bij de Spurs. Dit is onze, onze opstelling. Bailo, Senesi, Karsdorp, Congolo, Bijna al de Sanders, op Penda. En dat ging het even iets snel voor mij. En ook uh, kijken, Ja, Boosnikus dus in de basis. die erg ver in de basis. Zijn en er enige aanpassing in de Champions League formatie van ons. Wesley Fokker, de trainer. Opstelling van de Spurs gaan we ook zien. De eerste spelers speler die klaarstaan voor de groepsfoto. Vanaf gaat er deze wedstrijd tegen de Spurs in de Kuipen, Rotterdam. En dan gaan we nu kijken wat de opstelling van de Spurs... Is. Oh nee, dat gaan we niet kijken. Nou, dan gaan we gewoon gelijk door. Maar dat was natuurlijk veel bekende naam. onder andere Harry Kane. Die maakt ook het eerste doel voor de Spurs. We staan achter binnen 10 minuten. Dus Harry Kane die de 1-0 maakt voor de Spurs. Ja, dat was een beetje te verwachten. Want het is een hele, hele lastige wedstrijd. Dat, dat wordt dit sowieso. Tuurlijk we hebben we ook de eh, eerste keer gewonnen toe bij Man United in de groep. Daarna hebben we 4-2 verloren van Man United. Dus ja, als het zo is, dan uh, hoop ik niet dat het uh, nog erger wordt worden. deze wedstrijd. Kelvin Stengs geeft de bal nog goed voor, bal weggehaald. Bal hier voor uh, de Spurs die de bal achterin niet helemaal lekker wegkrijgt en één keer weggeschoten, ingooi. Dus voor Feyenoord genomen door Openda. Openda met ingooi, goede paas Sanders, goede paas meegeven, lukt ook. Bozenik, schot geblokt van Joa Texera. Opnieuw de ingooi voor Feyenoord, Openda. Minuut 22, Koen Sanders raakt de bal weer kwijt, Lucas Los Celso. en hier de bal dan nu voor uh, Provaan het weer meteen op Penda? Congolo. Terence Congolo. Wijnaldo. Een prachtige paas. Nou, Kaarsdop dan voor de 1-1. Kaarsdorp, Nee, een heel slecht schot van Kaarsdorp. Het is nog steeds de 1-0 achterstand. Dat kan zomaar 2-0 worden. Want hier is weer uh, de Spurs dreigend. Na lang, lang, lang geduurd eigenlijk. Eigenlijk. Maar nu komen ze er dus weer uit. Steven Bergwijn. Moeten we uitkijken. Berg, Harry Kane. En het is 2-0 voor de Spurs. En toch wel de man van deze wedstrijd is Harry Kane. We moeten wat zien te doen in de tweede helft. De tweede helft is net begonnen. En de Spurs gaat gelijk op jacht naar de 3-0. Dat wil je niet als Feyenoord zijn. Dat moet nu verdedigd worden. Dat gebeurt het niet goed. En dan is de redding van Bailo goed gedaan. Maar de overtreding van Senesi krijgt hij de hele kaart voor. We willen dus ook nog een vrije trap. Nee, gewoon een hoekschop. Maar het is uh, in ieder geval dus de goede redding van Justin Bailo. Hoekschop genomen door Los Celso. Weggekopt Kane met de kans. Maar de bal gaat er al naast. Of over, hoe je het ook wil zeggen. Maar nou, wij staan nog steeds achter met 2-0. We, We moeten sowieso beter gaan spelen in deze tweede helft. Justin Bijlo, Congolo, nu dan misschien. Karsdorp, altijd uh, die kant gezocht met Stanks. Texera, nu één keer geven. Robert Boznik loopt de vrij. dat is buitenspel. Nou, dan moet Texera zelf. Joao Texera op pennen loopt er ook. Het wordt Boznik, Boznik. En het is 1-2. We staan nog achter. Maar Robert Boznik, de man van feit van de Champions League, scoort hier de 1-2. Is het een comeback van ons? Wordt het een comeback van ons? Want het, laten we het hopen alsjeblieft, uh, Feyenoord, laten we hier terugkomen van een achterstand. In ieder geval is het dus wel een doelpunt. Maar staan we dus wel nog achter. Moet er dus nog wat? Uh, ja, moet er nog wat gaan gebeuren? En misschien hier, Boosnik, Stenks. Stenks met zijn snel tot de flank. Altijd goed. Stengs. De vervanger van Berghuis die uh, naar Arsenal vertrok in, uh, in de winter. Hier komt de kans voor Kelvin Stenks. Die moet het zelf afmaken en doet het ook. 2-2 voor Feyenoord of 2-2. 2-2 tussen Feyenoord en de Spurs. En Vaynert komt weer terug. Wij komen weer terug. Kelvin Stanks maakt de gelijkmaker. Maar C langs zijn aan staat om in te vallen voor Bozeniek. Is de 2-2 van Kelvin uh, Stanks. Vaynert is terug. En nu hopen dat we zo kunnen vasthouden. En hopen misschien zelfs nog. Nu weet maar nooit. Om het kunnen of nog een voorsprong eruit te kunnen te halen. Dat zou mooi zijn. Een thuiswedstrijd. Dan moeten we uit minimaal gelijk zien proberen te spelen. En qua tegen de punten moeten wij hoe eigenlijk 0-0 te eindigen. Dat zou het mooiste zijn. Maar ja, dat gaat sowieso niet gebeuren. Die wedstrijd, denk ik, in de, bij de Spurs. Altijd lastig uit te strijden. Marcos Senesi. Koen Sanders. 20 minuten nog te gaan. Dit is een paas. van zie die C. Dit is de bal onderschept. De bal is weer voor de Spurs. En de bal naar de, in de voeten van Karsdorf, natuurlijk. Stenks. Minuut 72. Kelvin Stenks weer. Die kan de bal voorgeven. Stenks. Voorzet richting Openda. Weggehaald door Loris. Nog een keer bij uh, Stenks. Zied ik C. C. En dan komt er een straalschop. Langle met de bal, dat hij de bal op de hand raakt. En is dus een strafschop voor Feyenoord. Dan gaat Wijnaldum achter die bal staan. Zijn eerste strafschop in dienst van Feyenoord. Ja, Berg is er dus niet meer, dus hij moet het doen. Kan Jorginho Wijnaldum ook de strafschop maken? Nee! Hij schiet die bal over. Jorginho Wijnaldum. Jan Maat gaat erin komen voor uh, Karsdorp. Maar die had het dus uh, 3-2 moeten zijn. Laatste uur tikken weg van de wedstrijd. is steeds de 2-2 stand. Dan maar gelijkspelen, zou je kunnen zeggen. Hier nog bijna de kans voor de Spurs. congo deed goed. En nu dan de uitbraak misschien nog. Zo vlak voor tijd. Zou mooi zijn. Kelvin Stenks. Senesi. Prachtige paas. Nou, C. Ga jij dan voor het doelpunt? Josia C. En het is 3-2 voor Feyenoord in de slotminuten. Baagt Feyenoord. Een 2-0 achterstand om naar een 3-2 overwinning. Wat ongelooflijk mooi. Wat ik totaal niet had verwacht in deze wedstrijd. Ik dacht, we gaan hier minimaal gelijk spelen Toen die 2-2 viel was ik er al blij mee. Maar ja. Blijkbaar... Daar zie ik steeds er anders over. En dan maakt de 3-2 de winnende, zou je wel kunnen zeggen, voor Feyenoord. Waar ik veel heen naar gaat invallen voor uh, Marcos Sinnessi. Een, dus een verdedige middenvelder binnen de lijnen, dus de jeugdige middenvelder. En het lijkt dus wel dat we hier gaan winnen met een 3-2 uiteindelijk toch nog. Wat ik totaal niet had verwacht. Een knotschrikke wedstrijd is dit. Met een 3-2 overwinning, voorsprong voor Feyenoord. Maar het kan nog steeds natuurlijk tegelijk maken voor Spurs. Want het is tot nu toe altijd. Het is de gevaarlijkste ploeg. Wij zijn in de tweede half iets sterker. Maar toch is nog steeds de Spurs ligt de partij. Ook al staan ze achter. Tackle hier van Feyenoord. Van Jwatek Serak. Geen kaart, alleen de waarschuwing van de scheidsrechter. Wel de vrij tap voor de Spurs. Hoeveel extra komt erbij? Twee uur extra tijd. Vrij tap voor de Spurs. Komt hij aan bij een speler? Jazeker. Dan komt er een gevaarlijke kans. Steven Bergwijn. Bal terug. Harry Kane. Helemaal een gevaarlijke man. En de bal net naast door Harry Kane. En dan is het hier nog de laatste kans, een doeltrap. En dan kijken of daar nog wat uit kan voortkomen bij Feyenoord. Maar ja, dit was wel de laatste kans voor de Spurs voor de gelijkmaker. Want echt het zit er bijna op. Feyenoord, sterker nog, de extra tijd zit erop. En dan winnen we de wedstrijd toch nog uiteindelijk met een 3-2 overwinning. Wat ik totaal niet had verwacht. Maar goed, het is dus voor de, de uitverstaan die we nog op het oog hebben natuurlijk wel lekkerder. Die vuur trouwens zondag. Morgen hebben we de Groningen-Korim Maar in ieder geval is het wel lekker dat we hier met thuis op, in eigen stadion met 3-2 hebben kunnen winnen. George Texera speelde een goede wedstrijd sowieso. Vind ik hem goed spelen. Sinds Berghuis is vertrokken speelt Texera weer zoals ik hem ken. Begin van de career mode, eerste seizoen speelde hij ook zo goed. Wij al hem over zijn positie praten. Hij vindt het prima waar hij nou staat. Nou, dat vind ik ook goed. Die bent daar ook voor uh, neergezet. Van Haak is blij dat hij uh, gespeeld heeft. En wij gaan door naar de wedstrijd tegen Vitesse. Die gaat, die, dat was trouwens niet weer een 2. Vitesse gaan we simuleren. Uh, die doe ik wel met het baas zelf toch gewoon. Dat vind ik wel riskant om dat op tweede helft te gaan doen. Dus daarom speelt ook CDC en Getui Spel allebei in die wedstrijd. En dan gaan we kijken wat we tegen uh, Vitesse kunnen gaan doen. Dit is het programma. Vitesse, PSV en Groningen. Dan spelen we dus PSV nog en dan spelen we Groningen. Niet. Groningen spelen we niet. PSV spelen we wel. En dan hebben we dus... Dan gaan we richting... Uh, oh nee, wat was het nou? Ja, dus, dan, dan, hebben we, dan hebben we de wedstrijd tegen uh, de Spurs volgens mij. Deze winnen we 3-0. Boznik en Texera onder andere met zijn doelpunten. En dan gaan we door. Naar de wedstrijd, de halve finale van het KVB beker-toernooi tegen PSV. Die gaan we spelen. En hopen we dus op een overwinning. En dan gaan we, dat we door kunnen naar de finale van het, van het beker-toernooi. Ik ga wel een paar spelers uh, in het elftal neerzetten die dat willen. Uh, Gitarda, uh, die zijn super blij dat ze me al hebben gespeeld. Uh, deze speler probeer ik uit te lenen. Maar dan gaat, als gewoonlijk, City er niet mee akkoord om alleen te lenen. Ze dus waren ook gelijk dan met kopen op doen. Ik wil die spelers gewoon nog niet kwijt, want ik denk nog ergens denk van, weet je, we kunnen ze nog gaan gebruiken. De 16-jarige Doelman, 62 algemeen. Eh ja, dan maar niet. Dan blijft hij gewoon bij Feyenoord en uh, hopen dat hij nog door breken. Ik, ik wil het wel gaan doen. Dus het was in het tweede seizoen en ik wil volgend seizoen echt alle jeugdspelers gaan gebruiken eigenlijk. Maar ik wil ook oude Feyenoord spelers terug gaan halen. Dat is natuurlijk al dit seizoen een beetje al gebeurd. Ik wil er volgend seizoen alleen nog, nog maar meer gaan doen. Uh, deze doelman ga ik ook promoveren. We hebben wel superveel doelman Ik heb, ik heb ook trouwens een nieuwe scout weer opgezet. In Nederland, de VS en in Moldavië. Ik kan altijd een onbekend land. Kijken of er wat leuk uitkomt. En deze speler kan ik alleen de 16-jarige doelman promoveren. En dat doe ik dus ook. En de rest zijn allemaal nog te jong. Dus die blijven lekker in de tweede helft al. Ja, wij gaan ons focussen op de wedstrijd dus. Ik ga hier de scout toevoegen. Dat gaan jullie nu zien. Ik zei het al. De eerste gewoon in Nederland opzetten. Dan doen we Laurens Post. Dat doen we gewoon lekker in Nederland. En dan doen we brent Kuiper doen we dan in. Wat zei ik nou ook alweer? Oh ja, de VS. En dan doen we onze vriend Christian van Vliet doen we dan in Moldavië. Of Moldavië, sorry. Even kijken, over staat hij terug. Hier. Oh, 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 oh. Viva. Ja, hier. Nee, hier. Ja. Even kijken: Bulgarije, Servië, Hongarije, Slovakije, Tsjechië, Polen, Litouwen, Letland, Oekraïne, Moldavië. Hier was terug. Ja, Moldavië. Dan gaan we daar die andere scout opzetten. Misschien wordt het wel wat. Misschien niet. Dan ga ik weer naar een ander land. Maar ja, in één keer de zoveel tijd vind ik het leuk om uit de onbekende landen een ster te halen. En hopen dat het ook gaat gebeuren. Maar wij gaan kijken wat we tegen PSV kunnen gaan doen in de finale van het KVB Beekertrooi. We zijn natuurlijk... Uh... De favoriet daar wil spelen. En ik heb ook besloten om daar in de basis te zetten. Hij stopt natuurlijk aan het eind van het seizoen. En ik wil hem ook zelfs in de Champions League. Mochten we ver komen in de Champions League, wil ik hem ook daar in die wedstrijd neer gaan zetten. Maar ik denk, ja, het wordt nog spannend. Maar in ieder geval de wedstrijd nu tegen PS2. Maar ook de laatste wedstrijd van de Eredivisie. Wil ik hem ook bij neerzetten. Want ja, hij moet het gewoon doen. Hij heeft tot nu toe in dit seizoen geen kansen gehad. En ik ga hem wel opstellen. Net zoals Sint-Just trouwens. Die ga ik ook in de basis zetten voor Geert deze bekerwedstrijd. Ik ga Pedder naar de bank zetten. Hier doe ik Thorstein dus achter Ziedekzee. Uh, Tresor laat ik nog even op de bank. Ik wil het middenveld liefst zo houden met Sanders en Wijnaldum. Toornstra dan achter Ziedekzee. Even kijken. De bank met Boosnik die ik eruit haal. En uh, Pedder die ik er neerzet. En ook nog even uh, Xavi Simons ga ik er ook neerzetten. En Burger ook in de wissel. Dus alle twee. Even kijken. Uh, Vanaken dan voor Simons even. Ja. En dan Burger voor uh, Vermeerwaar. Doen we het zo. We hebben we geen doemen op de bank, maar dat hoeft op zich ook niet. Dan doen we wel lekker een speler op, op doel, mocht het aan gaan gebeuren. Maar het gebeurt nauwelijks. Dus ik ben er niet zo bang voor. Dan gaan we kijken wat we tegen PSV kunnen gaan doen. De wedstrijd in het KVB-bekertoernooi. Wordt het PSV? Of worden we er toch die uh, hier uh, gaan winnen? PSV op jacht voor deze wedstrijd. Goed verdedigd door Feyenoord. Nu op Feyenoord willen we misschien uit. Gelijk. Begin van deze wedstrijd Sanders op Penda kan hem maar geven op C. Nou dan kan het al de eerste kans worden voor Feyenoord. Josia C. 1-0 voor de Feyenoord. Binnen 5 minuten 1-0 voor de Feyenoord. En het is de spits die tot nu toe altijd heel belangrijk is geweest voor ons. En nu dus ook de 1-0 maakt in deze bekerwedstrijd de halve finale. Is het Josia Zirikse met met, met, met met de mooie 1-0 voor Feyenoord. PSV kijkt al vroeg tegen een achterstand aan, dus. 10 minuten gespeeld. Feyenoord is de bovenliggende partij, maar toch PSV er ook af en toe wel uit, hoor. Zahavi. Zahavi. Paas komt daar goed aan. Malen moeten we uitkijken. Malen komt eruit. Er komt er een kans. Stekkel ingezet. En het doelpunt. Daniel Malen. Het is alweer de gelijkmaker. Binnen 10 minuten komt PSV weer op gelijke hoogte. Zo is het dus weer 1-1. En mogen wij weer de aftrap nemen. Tomista. Goeie paas richting Congolo. Openda. Op Openda krijgt de bal niet bij medespeler, mede stond daar, maar dan door, uh, onderschept door Sangaré. Die hoort ook aan de bal, Sangare. Rosario. Malen. Rosario, goede, goed onderschept door Karsdorp. Wijnaldum. Meulenbelt mag ook spelen deze wedstrijd. Tonsta, Sanders. Toen komt er de kans voor Openda met de voorzet die hij moet geven. Openda geeft de voorzet. Ziedikzee 2-1. Weer Josia Ziedikzee. Wat mooi dat hij volgens zoen kwam. Nog een beetje op de bank, het af en toe een inv invalbeurt mocht maken. Maar dit seizoen startte hij in de basis en gelijk liet hij zich zien. Hè? Hij is gewoon de, de spits van Feyenoord. Waarvoorheen natuurlijk Graziano Pella dat was, die nu op de bank zit. Boznik is dat voor de Champions League-wedstrijden. Pelle voor de tweede helftal. Maar ik C voor de echte wedstrijden in de Eredivisie en belangrijke wedstrijden. Malen hier trouwens met de kans maar de handen van Bijlo. Half u bijna gespeeld. 2 in de voorsprong voor Feyenoord. Doelpunten van Zierikzee. Deze bracht over de zijlijn. Ingooi voor PSV. Mauro Junior. Bal richting deze. Teze. Sangare. Zahavi. Malen. Onderschept door Senesi. Bal weer voor Feyenoord. Congolo. Sanders, Openda, Feyenoord weer dreigend Naar het doel van het PSV, goede pas van op Openda komt er aan de kans Loopt er een speler vrij, ja zeker De bal gaat er ook heen, dan gaat bijna Hier hebben de kopkans, maar hij gaat er dus niet, uh, komt er niet aan Ziedekzee dan nog, Wijnaldum Gaat vanaf afstand schieten, probeert het tenminste Schot geblokt, bijna natuurlijk tegen zijn oude ploeg Hier aan de bal weer, Jorginho Wijnaldum Wijnaldum Kan het voorrust dan al 3-1 worden, dat zou het wel heel erg mooi zijn Wijnaldum komt er goed langs Sanders, schot geblokt weer de bal hier voor Congolo uh, Sanders, het behoudt de bal bezit. En zet ook de druk. Hier komt de kans staan. Toorstra, Toorstra, Toorstra. Notabene Toorstra met de kans. Maar de bal gaat er niet in. Wordt gered door de doelman. Maar Toorstra oogt ook nog fris hoor. Hij wil ze nog bewijzen voor Feyenoord. Wie weet. Volgend seizoen assistent. Het kan zomaar. We hebben natuurlijk nu Jan Boskamp en Van der Maar ja, Boskamp hebben al aangegeven. Volgend seizoen niet meer assistent te gaan zijn. Dus er moet een andere assistent gaan komen. En dat wordt misschien dan Jens Tornsta. We gaan het allemaal meemaken. Want ik wil dan ook de assistenten meer een verhaallijn laten geven. Er worden daar misschien twee andere assistenten. In plaats van. Ja, misschien niet. Misschien gewoon houden we van Hooijdonk. Maar dan gaan we wel uh, Tornsta daarnaast zetten. Maar ja, die verhalen gaan dus rond in de game hè, bij mij. Laten we duidelijk zijn dat Tornsta naast van Hooijdonk de assistent wordt. In ieder geval hier de vrij trap op PSV. Dat is een gevaarlijke vrij trap. Zo vlak voor rust. Komt er de kans te de gelijk maken. Moeten we uitkijken op Bruma. Onderschept. Fijn weer met haar countermogelijkheid. Josja CXC. Prachtige paas richting uh, Karsdorp. Rick Karsdorp. Loopt er hem nou een speler vrij? Ja, uh, je, Sanders loopt er vrij. Karsdorp gaat zelf en de bal gaat net naast. Hadden we misschien af moeten geven. Maar ja, dat is bij nader inzien. Tweede helft ondertussen begonnen. Goede paas van uh, Sanders. Nou, nu de maken. Jens Stoors dan ook de benen. 3-1 voor Feyenoord. En Jens Toonstra maakt dat doelpunt. De man die zo graag wou spelen deze wedstrijd tegen PSV maakt het doelpunt. De man die gaat stoppen aan het eind van het seizoen. Wat supermooi voor hem is dit zeg. En ik hou nog steeds het vertrouwen op Jens Toonstra. Want hij is zo zo belangrijk geweest in het eerste seizoen. Toen speelde hij volgens mij wel voor ons ook al. Maar nu is dus, uh, hij naar steeds meer naar de bank verschoven. Hier komt de kans voor de 4-1. Goede voorzet en lijkt me wel klaar voor PSV. En dan gaan wij toch wel hier. Door naar de finale van het bekertoernooi. Natuurlijk wel een glansrol. Of ook voor Torsta. Die een goede wedstrijd heeft gespeeld. Nu dus 4-1. Drie keer zie ik C, Ook dat natuurlijk super mooi. De hattrick van de spits. Maar toch ook Torsta met zijn doelpunt. Wat ook super mooi is natuurlijk. De laatste 20 minuten zijn ingegaan. Kaarsdorp. Torsta wil natuurlijk nog iets meer laten zien. natuurlijk. Meulenbelt. Voorzet komt hij nog bijna aan. Ook komt er een kans. En de bal gaat net over de van sint juste Had hij bijna steeds het doel gevaarlijk kunnen maken. Komt. Uh... Burger erin voor Koen Sanders. En is de doeltrap voor PSV. Pirou is erin gekomen voor Malen bij PSV. En Burger dus voor Sanders. Bruma, Peru. Er nu een kans voor PSV bij een 4-8 stand. Goed verdedigd door Senesi, Wijnaldum. Burger, Thornsta, meegeven bij Meulenbelt. Helaas de bal niet verder gekomen. Bruma, nu PSV weer. Peru komt een gevaarlijke kans. Rosario PSV gaat antwoord geven, dat willen we niet moeten we nu gaan verdedigen, dat lukt ook niet nou Peru met de kans en ook het doelpunt, 2-4 het is nog even spannend, en de man die erin gekomen is voor Malen, scoort hij dus het doelpunt dat is ook uh, verrassend Stenks gaat erin komen bij Feyenoord naar de kant gaat Meulenbelt, de jeugdspeler kijken of Kelvin Stenks nog belangrijk kan zijn voor Feyenoord in de laatste minuten, de laatste 10 minuten ondertussen al, en PSV gaat weer op jacht naar een doelpunt dit is een tackle, harde tackle ook, van Sint-Just en dan is het uh, een gele kaart ook voor de verdediger Jeremiah St. just En Toorstra ga ik zeker niet wisselen, dus die blijft gewoon lekker staan. Ik wil die gewoon deze wedstrijd laten uitspelen. En dan is hij de vrije trap voor PSV. Hier de kans. Zahavi, de bal weggehaald. Karsdorp, er komt er nu. Nee, niet een uitpakmogelijkheid, want de bal is weer voor PSV. Of toch, dan toch, Burger. Nog steeds PSV. Thomas, Zahavi. Zahavi, gevaarlijk. Rosario, de voeten van Karsdorp. Gedaan. Dan kunnen wij eruit komen. Openda. Op Openda, goede paas. Burger, er komt er een kans. Toorstra. Gaat hij van die doet doen? zeker. Toorstra. Wat een prachtig doelpunt zeg. Van zo'n grote afstand schiet Jens Storch daar even de 5-2 binnen. Ongelooflijk mooi. De man, ja ik heb het al vaker, gezegd, die uh, een put gaat zetten achter zijn loopbaan. Wou spelen en hij wijs. maar weer eens hier dat hij het nog steeds kan. Jens Storch, kijk Je zit er zo draai aan die bal. Dat hij toch in het doel vliegt. En ja, doelman kansloos. En 5-2 voor Feyenoord. Karstop gaat nog naar de kant. Janmaat komt binnen de lijn. Maar wat een fantastische wedstrijd was dit zeg. Van Jens Storsta. Toch nog mooi dat hij zich kan zo bewijzen. Bij zo'n wedstrijd tegen zo'n tegenstander. Drie keer Ziedikzee. En twee keer Jens Storsta. Zet de score dus op 5-2. Feyenoord gaat hier weer door. Naar de finale van het KNVB-kernooi. Voor de tweede rij Kunnen we ook voor de tweede rij winnen? Dat is de vraag. Dit is nou een harde tackle van Marco Senessi. Volgens mij geen rode kaart, want ik zie hem nog steeds staan. In de drie minuten tijd is hier de try-trap voor PSV. Wordt in één keer genomen door Max in handen van Bailo. Goed de bal gepakt door de doemer van Feyenoord, Senessi. Goede paas richting Jan Maat in één keer door. Dan komt hier zomaar de kans voor de 6-2 als de bal hier bij een medespeler aankomt. Nou, dan maakt dan ook maar je het. Thorsten, Thorsten, wacht te lang. Zin, uh, hier trouwens dan nog Stengs. Maar de bal gaat naast. En uiteindelijk dan de bal achter. Thorsten kan het niet meer controleren. En dan is de wedstrijd klaar. Tegen wie gaan we nou de finale? Ik heb even niet opgelet. Maar dat gaan we dan de volgende aflevering wel zien. Maar het is wel de einduitslag. 5-2 door doelpunten van C en Jens Thorsten. Die is echt bewezen deze wedstrijd. Ik ben super blij dat hij dat heeft gedaan. Misschien dat ik hem nog wel vaker ga gebruiken. Misschien wel de Champions wedstrijd. Wie weet. Tegen Groningen gaan we simuleren met de tweede elftal. Maar de inzien niet zo goed, want we hebben verloren met 2-0. Dat is iets minder. En dan hebben we hebben nog één wedstrijd tegen Herakles. Zie je wel, ik wist niet nou dat we nog een wedstrijd hadden. Zo staan we op 69 punten en Ajax 67 Zo komen ze dichterbij. En is het net niet zoals vorig zomer dat we ver boven door de nummer 2 stonden. Nee, we zitten vlak in de buurt bij elkaar. Herakles gaan we simuleren met het, ons baas Winnen met 4-1. Dus dat gaat op zich gewoon super goed. Ik wil in ieder geval nog hier wat vragen. Ik heb Nederland zelf er nu vastgezet. Die spelers gaan het doen. En de wedstrijd, ik zei het al, tegen Italië en Frankrijk. Hoe willen jullie dat het opstelling eruit komt zien? Jullie gaan zo meteen de spelers zien. En jullie mogen erachter, ik ga geen spelers meer overzetten. Dit is gewoon de elf die jullie gaan zien. Hier zien je het. Maar wie willen jullie in de basis hebben? Laat het achter. Jullie kunnen even een pauze zetten om te kijken welke spelers het zijn. Ik ben aan het kijken of deze video druk op het heb gedaan. En het is echt wel tijd. En zoals nu, later.